Als je als online ondernemer start, dan zijn er een aantal elementen die heel erg belangrijk zijn. Allereerst, volg je passie, volg je hart. Ga doen wat je leuk vindt. Dat is soms het oude vertrouwde werk, maar soms zijn dat ook nieuwe dingen. Dus ga doen waar je nieuwsgierig naar bent. Dan ga je bepalen voor wie wil je graag werken. Van wat voor soort klanten word je echt blij. En dan ga je zorgen dat je je aanbod daarop gaat afstemmen. Als jij je aanbod hebt, dan ga je zorgen dat je zichtbaar wordt in de markt. Dus ga overal vertellen wat je doet aan iedereen. En natuurlijk ga je daar ook online marketing voor gebruiken. En als alles samenvalt, dan heb je een heel goed salesgesprek, krijg je nieuwe klanten. En als je die klanten hebt, zorg ervoor dat zij groeien en dat zij voor jou de nummer 1 zijn.